Oh, jongens, jongens. Even bijkomen, denk ik, of niet? Zeker als je dit soort films niet gewend bent. niet zo goed kunt tegen geweld en uh, heftigheid. dan heb je je portie wel gehad. He? Meestal bid ik aan het einde van mijn toespraak. maar ik zou het wel fijn vinden om nu aan het begin. voor ons allemaal een kort gebed uit te spreken. Vader in de hemel, dank u wel dat u een God bent van licht en liefde en vrede. En we hebben de wereld net gezien in die film op een afschuwelijke manier. Bij sommigen van ons komt het best wel binnen. En ik bid dat als ik zal delen wie u bent, dat. Ja, harten die misschien een beetje onder de indruk zijn van het geweld... Uh, rust kunnen vinden. Dat we iets van uw liefde en licht zullen voelen en geloven. In Jezus' naam. Amen. Wie kende de film al? Hacksaw Ridge. Oh, echt een minderheid. Ja, ik kende hem wel. Ik heb hem in de bios gezien... En hij duurt veel langer natuurlijk. Hè? Samantha heeft weer een samenvatting gemaakt. Respect. En ze heeft de meest gruwelijke beelden er nog uitgelaten. Dus dat zegt iets over de film. Um, het is een heftige film. En ik heb, gisteren heb ik de film opnieuw helemaal gezien. En ik had de samenvatting gezien. En ik was onder de indruk, wederom. Vooral als je de film helemaal ziet. Want de eerste helft van de film... ...die nu stukjes uit geselecteerd zijn... Die was voor mij het meest indrukwekkende. Daar werd nog niet geschoten. Um, daar waren ze nog niet aan het front. Maar daar was wel ja, de soldaat in training. En daar was zijn eerste en misschien wel zijn grootste strijd voor zijn ideaal. Waarna die pas hospic kon worden. Dus, ja. Ik wil je laten zien dat dit verhaal een waar gebeurd verhaal is. Als je de beschrijving leest op internet, dan staat er over... Axel Rich het volgende. Axel Rich vertelt het waar gebeurde verhaal over Desmond T. Dawes. Desmond was een Amerikaanse legerdokter die zich op het slagveld van 1942 bevond, maar hij weigerde om ooit te moorden of zelfs maar een wapen te dragen. Tijdens de slag om Okinawa wist hij 75 mannen. Te redden. Gewonden te evacueren. En werd hij een oorlogsheld die risico's nam om de levens van zijn kameraden te redden. Hij is ook de enige gewetensbezwaarde, zoals hij dat noemde, die na de oorlog onderscheiden is met een medaille voor heldenmoed. De enige die daadwerkelijk die medaille heeft gekregen. Waar hij in het begin om werd verguisd, zijn idealen. En uitgelachen en belachelijk gemaakt. Dat ga ik straks laten zien hoe dat ging. Met die later ja, geloofwaardig omgeacht en omgeëerd. Zijn geloof bleek meer te zijn dan een verhaal. Toen ik gisteren de film had gezien, nu helemaal, en erover nadacht wat ik erover wilde delen, was de eerste gedachte die ik had: poeh, de wereld is soms niet mooi. Ik ben nooit aan een front geweest. Zoals deze soldaten. Wat een afgrijzelijke hel op aarde. Moet dat zijn? Maar de wereld is op heel veel plekken niet mooi. Als je in een gezin woont. En ik weet dat het een, een, ergens een scheve vergelijking is. Maar in een gezin woont waarin je ouders elke dag met elkaar ruzie maken. Oorlog voeren. En je geen veiligheid voelt om je bestaan. Dat is ook een stukje hel op aarde. Als je, als je mishandeld wordt. Gekleineerd bent, als je niet weet waar je het zoeken moet, van alle kanten wordt aangevallen, op wat voor manier dan ook. De wereld is soms, en voor sommige mensen vaak, niet zo mooi geweest. En toen ik daarover nadacht, toen schoot mij een liedje van Herman van Veenten binnen. Ik hoorde hem ook in mijn hoofd zingen, een soort afwijking. En hij zong: Anne, de wereld is niet mooi. Maar jij kan haar een beetje mooier kleuren. Anne, je hebt nog heel wat voor de boeg. Maak je geen zorgen, daarvoor is het nog te vroeg. Dat zong hij voor zijn pasgeboren dochtertje Anne. Die later ook zangeres is geworden. En nu haar eigen voorstellingen speelt. Heel leuk. Anne, maar vul je eigen naam maar in. De wereld is niet mooi. Soms is de wereld niet zo makkelijk. Het leven is soms moeilijk. Maar jij hebt de macht, jij hebt invloed om in die wereld die je niet helemaal kunt veranderen. Zoals de soldaat de oorlog niet kon voorkomen, daar waren anderen over gegaan. Hij kon wel binnen dat gegeven een positieve bijdrage leveren, zonder deel te zijn van het probleem. Dus ik weiger om een moord te plegen, ik weiger om een wapen te dragen, maar ik ga wel naar die hel toe. Om een verschil te maken, om de wereld een beetje mooier te kleuren. Dat vind ik ontzettend inspirerend. Ik heb uh, in deel 1 van de film gezien toen Private Dawes zijn keuze maakte om zich te enlisten hè, zich in te schrijven, uh, in te tekenen voor de oorlog. Uh, van alle kanten werd hij belachelijk gemaakt. En even voor ons. Als jij gaat staan voor een bepaald wereldvreemd ideaal, misschien wel geloof in de Heer Jezus, misschien ben je op zoek gegaan naar God, ben je net begonnen, en als je dat alleen al vertelt aan je vrienden, hebben ze daar wel een mening over, of aan je ouders, aan je collega's. Als jij gaat staan voor bepaalde wereldvreemde idealen, zal een reactie komen, tegenwind komen, en dat heeft ook Dos gemerkt. Het begon bij zijn vader. Toen hij vertelde ik ga het leger in, toen zei zijn vader: dit, ach je zult het nooit overleven. Zijn vader had gevochten in de eerste wereldoorlog. Vandaar zijn alcoholisme. Hij kon het nooit verwerken. Dat is zijn vrienden had zien sterven. En tegen zijn zoon zei hij: ach je zult het nooit overleven. Jij moet altijd alles overdenken en ervoor bidden. Denk je dat zo'n oorlog zich aan jouw idealen aanpast? Dan andere woorden. Je kunt niks veranderen. Je bent te klein. Je bent een mannetje. Denk je dat jij daar iets kunt uitrichten? Dat zo'n oorlog, zoiets groots, zich aan jou aanpast? Als dus je vader zegt: Ik geloof niet in je. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Ik geloof niet in wat jij gelooft. Ik geloof ook niet dat het zin heeft wat jij doet. Nou, dan moet je van goede huizen komen om dat niks met je te laten doen. Als je vader tegen je zegt, ik geloof niet in je, dit kun je niet, of dit klopt niet, dit slaat nergens op. Toen ik op zoek ging naar God, vertelde ik dat aan mijn vader en moeder ook. En mijn vader zei tegen me, ik heb een hele lieve vader. Dat zou je niet zeggen als je hoort wat ik nu ga roepen. Hij zei toen tegen me, ik heb liever dat je alcoholist wordt dan christen. Maar ik heb een lieve vader. Waarom zegt hij zoiets? Omdat hij nogal wat christenen had ontmoet waar hij nogal allergisch van was geworden. Onoprechte mensen die het ene zeggen en het andere doen. Daar had hij zijn neus mee gestoten. Dus doe nou liever een eerlijke alcoholist dan een oneerlijke zedenprediker. Dat was wat hij zei. Blijf met je benen op de grond staan. Maar toch ben ik door gaan zoeken. Maar de invloed van een vader en een moeder is groot. Ook als jij bepaalde idealen, geloofskeuzes stappen in je leven zet. Ja, wat nou als je ouders er tegen zijn? Wat nou als zij niet in je geloven? Durf je dan de volgende stap te zetten? Als je ervan overtuigd bent dat het een goede stap is. Maar het ging verder. Wat er ook gezegd werd door iemand in het leger, een, een leidinggevende... toen hij niet wilde gaan schieten met die training... toen moest hij bij een overste komen en die zei... heb jij een probleem met het Amerikaanse leger... Maar dat is onmogelijk. Het leger maakt namelijk geen fouten. Dus dan moet jij het probleem zijn. Wij zijn het systeem. En als wij dit met z'n allen doen in het systeem en jij bent een afwijking daarbinnen, ja, wie is er dan gek? Wij of jij? Hallo, De meeste stemmen gelden. Doe normaal. Dat zei DOS ook in een van die loopgraven. I never claimed to be sane. Ik heb nooit gezegd dat ik normaal was. Ik ben altijd een afwijking geweest. Maar als jij een afwijking bent, in die zin dat je het anders doet dan mensen om je heen. Nog even los van de keuze voor God of de Heer Jezus volgen. Op wat voor gebied dan ook. Als jij een ideaal hebt rondom voeding, rondom kleding, rondom opvoeding. wat afwijkt van de grote groep. ja, wind van voren. Wind van voren. Want je bent een soort belediging voor de grote groep. Oh, die heeft het soms beter. Dus dan zeg je dat wij het niet goed doen. Het Amerikaanse leger maakt geen fouten. Jij bent alleen, dus jij moet een probleem zijn. Maar toch zette hij door. Zijn vader. De groep. Zijn leidinggevende. En zijn vrienden. Zijn collega's in het leger. Die zeiden dit tegen hem. Geef het toch op, man. Wat doe je hier nog? Ga naar huis om te bidden. En laat de moedige mannen de oorlog winnen. Vader. Leidinggevende, het systeem. Je vrienden. Doe een man. Ga naar huis. Ik heb niks tegen bidden, hè? Ga jij bidden. Maar niet hier. Laat de moedige mannen. Auw voor een man. Laat ons, de moedige mannen, de oorlog maar winnen. Ga jij dan lekker bidden met de vrouwtjes thuis? Zo een beetje, hè? Zijn mannelijkheid aanvallen. En ook wij, de vrienden. Keren ons samen tegen jou, de eenling. Dan moet je van sterke huizen komen om door te zetten. Als je ouders, je leidinggevende, je vrienden een andere weg kiezen en jouw weg beschimpen, ouderwetse woord, belachelijk maken. Het houdt niet op. In deel 1 van de film heb je ook nog zijn verloofde. Je hebt haar gezien. Prachtige vrouw, die, die, die verpleegster. Op een gegeven moment willen ze gaan trouwen. Maar dat, uh, dat ging even niet door. Zij dus stond voor het altaar te wachten en hij kwam niet. Waarom niet? Hij was door de legerleiding in de cel gegooid wegens dienstweigering of bevel niet op, of, uh, uh, opvolgen. Dus hij verscheen niet op de bruiloft. Hij zei nog: Ik ga trouwen. Ja, als je nog één keer die schietoefening doet, dan kan je naar je bruiloft. Ja, dat ga ik niet doen. Mijn ideaal, mijn geloof, mijn overtuiging zat in de gevangenis kwam zijn vrouw hem opzoeken. Hadden ze een gesprek. Of zijn verloofde kwam hem opzoeken. En dan zei zij dit tegen hem. Zijn geliefde. Je bent trots. En koppig. Verwaar jouw eigen wil niet met wat God van je vraagt. Oeh, die is tricky. Die is wat tricky. Het zou natuurlijk kunnen dat hij zijn wil verward met Gods wil. Dat hij gewoon wat in de war is. En deze vrouw houdt van hem. Deze vrouw Gelooft ook in God. Deze vrouw had hem zelfs haar bijbeltje gegeven. Toen hij naar de training ging. En als zij dan zegt. Zij in wie je vertrouwen hebt gesteld. Je bent koppig en je bent trots. En verwaar jouw wil niet met Gods wil. Kom op, zwaai gewoon één keer met dat geweer. Kom ze een beetje tegemoet. He, dan kan je daarna gewoon weer het geweer wegleggen. Dan kan je door. En dan kunnen we trouwen. Zij zei het uit liefde. Zij vond het spannend dat hij zo ver ging en zo moest lijden. Dat gunde ze hem niet. Dus met deze woorden probeerden ze het voor hem makkelijker te maken. Dat hij een beetje toe zou geven. En weet je wat hij toen zei? Ook heel ontroerend in de film. Hij zei met tranen in zijn ogen: Ben ik trots? Ja, misschien. Maar hoe kan ik met mezelf leven als ik niet trouw ben? Aan waar ik in geloof? Hoe zou ik mezelf in de spiegel zien? En wat voor man zou ik dan in jouw ogen zijn? Zo. Als ik dit sterke principe, waar ik zo in geloof, wat ik altijd heb gezegd, als ik dat nu loslaat, wat zegt dat over mij? In jouw ogen. Wat zegt dat dan bijvoorbeeld ook over ons huwelijk? Als ik dit grote principe los kan laten, wat alles voor mij betekent. Ja, wat, wat zegt dat dan over mijn andere belofte? Wie zou ik zijn in jouw ogen als ik mijn principes loslaat? Als ik een man ben die meewaait? Als er tegenwind komt? Nee, lieve schat, ik hou van je. Maar ik moet trouw zijn aan wat er in mijn hart als waarheid voelt. En toen zei ze: Wat er ook gebeurt, ik zal achter je staan en dan gaat het verder. Durf jij trouw te zijn aan waar je van binnen heilig van overtuigd bent? Ook als de omgeving, je vader, je leidinggevende, je vrienden, het systeem, zelfs je geliefde, die van je houdt, je op een in jouw ogen dwaalspoor willen brengen, af willen leiden van waar jij echt van overtuigd bent. Durf je het? Wil je het? Ik wil je aanmoedigen vandaag om dat te doen. En het is best moeilijk om trouw te zijn en stand te houden aan je idealen. Maar wel belangrijk. Ik wil je een geestelijk principe eigenlijk uitleggen. Wat best wel voor zo'n zondagochtenddienst in de basis ver gaat, denk ik. Het zijn eigenlijk wat ik zie als de kleine lettertjes. Van wat Jezus zegt tegen mensen, tegen jou en mij. als je erover nadenkt om hem te gaan volgen, eventueel. als je erover nadenkt om hem toe te laten in je leven. en al die mooie dingen die hij belooft. te gaan ervaren in jouw leven: hoop, vrede, al die dingen die ik noemde. in het gebed. Hij zegt dat je dan niet langer meer bij het systeem hoort. wat hij de wereld noemt, de wereld. Maar dat je gaat horen bij een ander systeem, het koninkrijk, waar hij bij hoort. Een koninkrijk van de hemel, dat ook op aarde door mensen heen zichtbaar wordt. Maar dus ook op weerstand stuit. Ik zal het je voorlezen wat, wat Jezus daarover zegt. In een gebed naar God spreekt hij uit over mensen die hem willen volgen. Ik heb hun, die mensen, uw woord gegeven. Dat is wel heel belangrijk. Ze weten wat u zegt. Ze weten wat u vindt. Ze weten nu wat de waarheid is. Ja, Jezus heeft het over de waarheid. Dat er echt een waarheid is. Dus de wereld, heftige woorden, haat hen. Omdat ze niet meer bij de wereld horen, bij het systeem horen. Zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag u niet of u hen uit de wereld weg wil nemen maar of u hen wil beschermen tegen de duivel. Zo. Boah. Zondagochtend in de basis. Welkom. Dit is wel even heftige taal, hè? De wereld haat hen... En, en ik vraag om bescherming tegen de duivel. Komt de duivel ook ineens in vizier? In beeld? Wat bedoelt Jezus nou? Nou, gewoon letterlijk wat hij zegt. Denk ik. Op het moment dat jij gaat meebewegen met zijn wind in je leven... en dat gun ik je van harte, niks is beter, niks maakt gelukkiger... zal je merken, er is ook een andere wind die waait. En dan kom je pas achter als je er tegenin gaat lopen. Dat kwam dus ook Dals tegen. Had Dals slechte intenties? Nee. Had Dals zin om tegen iedereen te gaan preken in het leger... dat zij ook niet mochten schieten? Nee. Hij had alleen zijn eigen principes in het begin. Hij had nog helemaal geen boodschap van: Jullie mogen niet schieten. of ik ben tegenschieten voor iedereen. Hij zegt: I will not kill. Punt. Maar ik ben hier omdat ik voor jullie wil zorgen. Ik wil met jullie samen ook de kogels. als het nodig is, opvangen. Ik wil me niet verschuilen. Ik wil meevechten. maar door mezelf te zijn in deze hel op aarde. Maar wat kreeg hij? Letterlijk klappen. Waarom? Zijn geweldloosheid was een aanklacht voor de rest. De wereld haat dat. De wereld haat dat. Ik heb wel eens gezegd. In een, in een groep mensen dat ik voor leven ben. En daar bedoel ik letterlijk mee. voor menselijk leven. Dat ik, dat ik belangrijk vind dat menselijk leven. net als het dansen in de film. beschermd wordt. Zodat zodat ja, kinderen die nog niet geboren zijn, daar heb ik het dus over, in de baarmoeder van hun moeder, zich veilig zouden moeten weten voelen. Ik weet niet wat kinderen weten en voelen en wat er in hele nog niet geboren, kleine nog niet geboren kindjes omgaat. Maar als er iets in ze om zou gaan, dat het zou zijn, hier ben ik veilig. Dat ze dat ook echt zijn. Nou, dan moet je iets zeggen in een groep. Ik kreeg de wind van voren. Dus jij zegt: als een vrouw verkracht wordt dat. Oh, oh, bo, bo, bo. Dat is vreselijk als dat gebeurt. Ja, dus jij zegt als een kindje heel veel handicaps en heel veel de meest vreselijke scenario's dat een vrouw dan niet mag van jou. Ik zeg: Ik zeg: Ik ben voor de bescherming van elk leven. Het leven dat al geboren is en het leven dat nog niet geboren is. Nou, dan merk je dus dat mensen die daar anders in staan heel fel reageren. Veel feller dan soms andersom. En toch staat er dan in uh, Johannes 17, wat we net aan het lezen waren, dat gebed, dat Jezus zegt, ik zend hen, die mensen die gehaat kunnen worden soms om hun principes, naar de wereld. Zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Dan de woorden, ze gaan naar het front. Ik stuur ze er wel naartoe. Dus het is lastig voor ze, maar ik stuur ze erheen. Best wel heftig. Ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor allen die door hun verkondiging in mij gaan geloven. Zo. Dus Jezus zegt: ga. Als je in mij gelooft, ga. En ga de confrontatie aan. Zwijg niet over wat jij gelooft. Ga niet zeggen wat anderen moeten geloven. Iedereen is vrij om te geloven wat hij of zij wil geloven. Godsdienstvrijheid een groot goed. Iets opleggen altijd schadelijk. Maar wees jij moedig om jouw overtuiging te delen? Ook als je niet in Jezus gelooft: hey, wees moedig om je overtuiging te delen. En wees niet beledigd als een ander, een christen bijvoorbeeld, ook zijn overtuiging of haar overtuiging deelt. En heb een goed gesprek met elkaar. En laat de waarheid maar boven tafel komen dan. Wat het is. Deel. Ga de confrontatie positief gezien aan. Afgelopen week was ik in Temboer, een heel klein dorpje in Groningen. En we gingen zingen met een koor op straat. We zouden zingen voor, uh, bij het bij, bij bejaardenhuis op straat. En we zouden bij een paar zieke mensen langs gaan aanbellen... en een lied zingen voor ze bidden. Heel mooi. Maar in het centrum van Temboer, vlakbij dat bejaardenhuis waar we al gezongen hadden... zag ik een hele groep, een stuk of twintig uh, jongeren staan. In zo'n groepje, weet je, hangjeugd zoals dat al genoemd wordt. Scooters erbij en er uh, hing een lekkere wietlucht in de lucht. Uh, in een kringetje muziek aan... Toen ik nou, we hebben net voor de bejaarden gezongen. Misschien wel leuk om nu voor hen te zingen. Misschien vinden ze dat wel superleuk. Dus ik liep naar ze toe en ik zeg: hey, hebben jullie zin om een, een mini-concertje van ons te krijgen, zeiden ze: waarover dan? Ja, dat hoor je straks. Gewoon mooie dingen. We mooie dingen voor je zingen. Oh ja, jullie gaan zeker zingen dat we kutjeugd zijn, letterlijk. Hoe bedoel je? Nee, ik heb iets heel anders voor je. Hm. Nou, Oké. Okay. Gingen ze dus alle twintig mee? stonden ze bij dat koor van mensen van 40, 50 plus. En ik stond er dan tussen. Uh, ik ben nog lang geen 40. Uh, twee jaar. Um, en ik dacht: nou, we gaan voor je zingen. Toen zongen we een liedje over um, liefde. God houdt van je. Ze stonden zo. Toen zei ik, en nu gaat iemand van het koor wat tegen jullie zeggen. Toch? En het koor... Oh, toen was er een vrouw die zei, ja, oké, okay, ik zeg wel wat. En die vertelde over hoe haar leven was veranderd. Door Gods liefde. En die jonge luiden stonden zo. dan gingen we bidden. En in het gebed moest ik zo denken aan het feit dat God voor hun leven was. Al in de baarmoeder. En nog steeds. En dat ze nooit moeten geloven dat ze, zoals zij het zelf zeiden, hmm, jongeren zijn. Maar dat ze geliefd zijn. Een vat vol potentie. Mogelijkheden om een positieve kleur te geven in deze wereld. En dat God trots is op wat hij gemaakt heeft. Ik deed mijn ogen weer open. Traantje over de wang bij een van die meiden. En toen zei ze tegen haar vriendin, hardop, wat iedereen kon horen... ik ga vanavond eens proberen te bidden. Toen hoorde ik later van de initiatiefnemer van die lichtjestocht... nou, dat was wel bijzonder, Martin, in Tamboer. Ik zei... Wat dan? Nou, deze jonge luiden hebben we heel veel problemen mee. Er wordt in de politiek ook over gesproken. En de politie is er heel veel bij. En dat uh, nou is echt een probleem. Echt. Mensen durven niet over straat over dit stukje in het temboer, Want ze worden dan nageroepen. Hé, hey, uh, chickie, en weet ik het allemaal. Wat uh, nog ergere dingen. Wat er geroepen wordt. En misdaad en dingen. En dan zeg je tegen zo'n meisje. Namens God. Je bent geen loser. Maar wordt van je gehouden. En ze zegt hardop tegen haar vrienden... ik ga vanavond proberen te bidden. Heel bijzonder. Uitkomen voor waar je in gelooft. Juist op straat. Juist in je familie. Juist tussen je collega's. En dan gaan mensen door ons verhaal... ontdekken wat de waarheid is. En misschien ben jij dat ook aan het ontdekken... wat de waarheid is. Ik moet gaan selecteren wat ik nog ga zeggen... want er is niet veel tijd meer... Ja, het is niet veel tijd voor deze toespraak. Ja, ik wil graag lezen Matthäus 10, vers 24. Het gaat over uitkomen voor je principes, wederom. Daar staat: Wat ik jullie in het duister zeg. Dus wat in je hart is gefluisterd. Wat je gelezen hebt. Wat intiem tussen God en jou, in jou tot leven is gekomen. Wat je gelooft. Spreek dat uit in het volle licht, anders schaam je niet. En wat in jullie oren gefluisterd wordt, schreeuw het van de daken. Schreeuw het van de daken. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar nooit je ziel kunnen doden. Zo, wees niet bang. Hoe snel ben je bang? Ik ook. Ik ben ook bang. Om iets over Jezus te vertellen soms. Met zo'n koorden, zo zo'n straatactie. Ja, dat is ook een beetje mijn rol dan of zo. En is het anders, dan ben ik in functie. Maar gewoon op een verjaardag, gewoon ergens waar ik niet in functie ben, maar gewoon Martin ben, ben ik eigenlijk ook in functie natuurlijk. Ben ik altijd aan. Maar soms voelt het niet zo, vind ik het spannend. Op social media, op Facebook, ja, leuk dagje met de kinderen naar het bos, dat vind ik wel leuk. Of mooi concert gehad en iets gedeeld over de liefde. Ja, nou, dat gaat ook nog wel. Maar, mooi concept gehad. en weer mogen vertellen dat de Heer Jezus de enige weg naar God is. Die vind ik spannender. Maar daar komen andere reacties op en dat kan ik aanvoelen. Ik weet wie dat lezen. Ik weet wat mijn schoonmoeder denkt als ze dat leest, bijvoorbeeld. Of mijn buurvrouw. Of, of we wonen naast een radicale fundamentalist. Mensen verloren gaan zonder Jezus. Oh! Schreeuw het van de daken wat je gelooft. Als je iets gelooft. Jezus belooft je daarover iets. Matthäus 10, vers 35 zegt: Ik kom om een wicht te drijven. Niet zijn doel, maar het gebeurt. Er zal een wicht gedreven worden tussen een man en zijn vader. Door overtuigingen soms. Tussen een dochter en haar moeder. Tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. Soms zijn de vijanden van mensen hun eigen huisgenoten, omdat ze gaan geloven. Het geeft soms strijd geloven, het geeft soms scheiding. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. Die ga ik uitleggen straks. Wie meer van zijn zoon of dochter houdt dan van mij, is mij niet waard. Wie niet zijn kruis opneemt en mij volgt en volhoudt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden, veilig mee geen gevaar lopen, zonder kleerscheuren, zonder tegenwind. Van twee walletjes proberen te snoepen. Je ja, zal het verliezen, je raakt alles kwijt. Je bent eigenlijk dan niks, want je staat hier niet echt. Qua overtuiging niks bedoel ik dan. Hè? Je, staat hier niet echt, je staat hier niet echt, maar je loopt een beetje zo door het leven. Dat is een beetje niksig. Je, je zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, soms zelfs zijn aanzien verliest. Wie tegenwind krijgt, te maken met aanvallen op wie je bent en wat je gelooft, omwille van mij, die zal zijn leven behouden. En dat zag je dus ook bij Dals. Aan het einde van de film had hij het respect gewonnen van al die kerels. Omdat hij trouw was en geen moralistische veroordelende spreker, maar een liefdevolle, bescheiden, moedige volgeling van waar hij voor staat. En dat dwingt respect af. Wat het ook is. Ik heb respect voor mensen die hun overtuiging delen en volgen. Zonder anderen te dwingen hetzelfde te doen. Doe dat. Dat is wat God, geloof ik, je vraagt. En dan zul je zien dat naast de tegenwind ook de positieve dingen gebeuren. Zoals dat meisje dat zei, ik ga vanavond weer bidden. Ga ervoor. Ik wil voor je bidden. Hemelse vader, dit was best een radicaal verhaal voor mensen die misschien voor het eerst hier zijn en op zoek naar, misschien weten ze niet eens waar naar, iets wat ze kracht of steun, een goed gevoel. Hoop kan geven. Ik geloof dat we allemaal op zoek zijn naar U, Heere God. Ik geloof, Heere Jezus, dat U ons uitnodigt om God te leren kennen. Ik geloof dat U de waarheid heeft gesproken en nog nooit heeft gelogen. Ik geloof dat elk woord dat in de Bijbel staat opgetekend, dat Uw mond de kracht heeft om ons leven te veranderen en te vernieuwen, als we het durven overdenken en toepassen. En ik bid voor ons allemaal hier, dat we onze overtuigingen uit durven spreken naar elkaar. En sterker nog, dat we zullen staan en wandelen in onze overtuiging. Heer, ik bid voor interessante gesprekken bij de koffie straks: dat we elkaar zullen bevragen op wat geloof jij nou eigenlijk? Oh, wat interessant! En dat we elkaar niet zullen bevechten, maar inspireren. Van elkaar zullen leren, ook als iemand iets heel anders gelooft. Heere God, laat het de waarheid de waarheid zijn en boven tafel komen. Maar laat ons onze overtuigingen delen. En verander onze overtuiging als het nodig is. Door uw Heilige Geest. Geef ons moed om niet te zwijgen, maar te spreken en te doen. In Jezus naam. Amen.